bijna 12 uur onderweg, bijna halverwege. Hoe voel jij je? Echt heel erg goed. We zeggen ook allemaal van het voelt helemaal niet alsof we al bijna op de helft zijn. En nu is het eigenlijk nog maar 1 uurtje. En dan hebben we onze grote pauze van 1,5 uur. En dan zijn we dus al over de helft na onze pauze. Ja, top. Maar hoe voel je je fysiek? Ik voel mijn knieën heel erg. Dat heeft iedereen. Dus vooral die trap af aan het einde, zeg maar elke 5 minuten break. Dan ga je echt helemaal stuk. En ik heb al wel fikse blauwe plekken. Die worden steeds heftiger. Maar toch denk je dat je het nog wel 12 uur gaat volhouden? 13 uur? Ja, en sterker nog, ik denk dat we misschien voor het eerst met een groep zijn die het alle 12 gaat volhouden. En dat zeggen we ook onderling. En we checken ook in bij elkaar onderling. Waar gaat het nog? Hoe voel jij je? Ja, gaan we het halen? Ja. En we hebben er vertrouwen in. Heb je nog geheime wapens voor vannacht als het in één keer heel erg wordt? Nee, blijf niet weten. Dat is het beste. Hoe werkt dat voor iemand die dat niet kent? Dus proberen met de baan mee te bewegen. En als je merkt dat je helemaal schappen aan het zetten bent, je handen loslaten. Dus je handen in de lucht gooien. En dat maakt dat je meer met de baan mee beweegt en je minder aan het krampachtig aan het vastzetten bent. Succes nog voor de tweede helft. Dankjewel. Bijna halverwege, je zit er nog in. Hoe voel jij je? Ik voel me prima, ik kan blijven gaan. Ik voel me nog altijd net of ik maar een uurtje bezig ben. Echt, ik voel me super, het is super leuk. De sfeer zit goed, de groep is leuk. De mensen die erbij komen maken de ambiance echt dik in orde. Dus alles gaat goed. Wat had je verwacht dat je het na 12 uur nog zo goed erin zou zitten? Ik wist niet goed wat ik er moest van verwachten toen ik eraan begon. Ik kon het niet inschatten, maar ik ben heel blij dat het zo goed gaat. Gebruik je nog bepaalde tactieken om het langer vol te houden of is dat nog niet nodig? Nee, gewoon genieten van de ambiance, meegaan in de sfeer en iedereen helpt elkaar vooruit en het is superleuk. Dus jij gaat het halen? Ja, sowieso, daar gaan we voor. Ja, deelnemers, hier is Fino Stachiki! En ik sleep al de hele dag onze deelnemers er doorheen. En lieve deelnemers, we gaan het de laatste half uur in voordat jullie de lange pauze hebben. Dus dan gaan we even flink wat disco-klassiekers erin gooien. Redden jullie het nog hier? Alles oké? Okay? Je hebt bijna een lange pauze, hè? Bijna, dus de laatste half uurtje, dus een slim uur. Vind je mijn outfit? Lekker disco, hè? Heb je nog verzoeknummers? Ja? Situatie geen disco, hè?